Waren naar jaagt Rijm woedend zijn huis uit. Hij is boos op haar omdat hij denkt dat ze op zijn pot met goud uit is. Warenar gaat naar binnen. Rijm zegt bij zichzelf, die ouwe is gek geworden, Klaartje is zwanger, dat kan nooit goed gaan. Warenar komt naar buiten en stuurt Rijm terug naar binnen. Rijm weet niet van de pot en vindt Warenars gedrag vreemd. Warenar zegt tegen haar dat ze niemand binnen mag laten. Hij gaat op weg naar de stad, hij maakt zich zorgen over zijn goud, straks wordt het gestolen. Geertruid is Rijkert aan het aansporen om te trouwen. Rijkert wil niet zomaar trouwen, maar zoekt iemand die bij hem past. Daarom besluit hij om Warenar te vragen of hij met zijn dochter Klaartje mag trouwen. Warenar komt in de verte aangelopen, Geertruid gaat naar binnen. Rijkert spreekt Warenar aan terwijl de oude man klaagt over zijn armoede. Niemand wil met zijn dochter trouwen omdat hij niks mee te geven heeft. Vlak voordat Rijkert om Klaartjes hand wil vragen, rent Warenar zijn huis in. Hij vermoedt dat Rijkert op zijn goudpot uit is. Rijkert vraagt of hij Klaartje mag trouwen. Hoewel Warenar eerst achterdochtig is, geeft hij toch zijn zegen. Wel benadrukt hij dat hij niks heeft om mee te geven. Warenar vertelt aan Rijm dat hij Klaartje heeft uitgehuwelijkt. Rijm is bang, want Klaartje is zwanger en nu wordt ze ook nog bruid.